ben Nancy en ik ben 42 en ik woon in Zwaag. In het dagelijks leven werk ik op de Jordaanboot. Het is een partyboot, een echte Amsterdamse boot ook. Elke avond vaart deze sfeervolle partyboot door de bontverlichte grachten van de Jordaan met Nancy aan het entertainmentroer. We hebben een heel programma van 4 uur. De eerste half uurtje is echt Amsterdam. Sta ik weer een baaien rok en stola om. En lekker echt die hele ouderwetse Amsterdamse liedjes. Als de lente komt, dan stuur je jou. Wil naar Amsterdam. Ik doe samen zingen met mijn zwager, Eddie. Ik zing al 10 jaar samen met Nancy. Op festival hebben we partijen en alles in de teletoestand. We zingen nu ongeveer 5 jaar op de boot. Ja, dat is trek. Dat is elk weekend feest en dat is geweldig. Mijn man doet het geluid. Nancy is eigenlijk gewoon een volkszangeres. Ja, ze zingt eigenlijk met gevoel en dat merken de mensen ook. Ja, dan denk ik dat je toch wel de volkszangeres bent als je met gevoel kan zingen. En mijn zoon zit in de bediening. De hele familie staat eigenlijk hier om te werken ieder weekend op de boot. Hij staat op het dak van het eten van hier. En dat doet niemand plezier. Ga erop! Ga van de dak af! We hebben een echte lift in de dansvloer zitten. Dus het buffet, compleet warm en koud buffet, komt uit de dansvloer omhoog. Echte Hollandse pot, zuurkool, hutspot, boerenkool en echt worsten, speklappen en gehaktballen. En het maakt echt met de jus-lepel een kuiltje jus, echt ouderwets. Ik heb wel reuma, maar als ik gewoon niet te lang sta, dan gaat het helemaal goed. En ja, als je op dat podium staat, dan word je zo, je adrenaline gaat gewoon stromen en dan word je gewoon opgeleid door het publiek. Dus ja, dan heb je af en toe wel eens kans dat je gewoon een half uurtje kan blijven staan, hoor. Nancy is avond aan avond de zangkoningin van de Amsterdamse grachten. Maar maakt ze het vanavond bij ons op het podium ook waar? Dit moment is heel belangrijk. Al sta je maar heel even op het mooie decor en al luisteren ze maar 1,5 minuut naar je, maar heb je het toch in ieder geval weer even meegemaakt. Toch even geproefd aan het BN'ers gevoel. En hoe zit het met Nancy's zanggevoel? Daar gaat ze. Kijk eens, oh jeetje. Oh mijn god, gaat dit goed? Goedenavond, Nens. Wat is de reden dat je hier bent? Ik zag Danny de Buk, ik zag jou allemaal voorbij komen. Ik denk bloed, zweet en tranen. Ja. Volkszangeres, volkszanger. Nou, dat kan niet missen. Zij is wel helemaal goed. Ik heb jaren geleden met haar het Jordaan festival gedaan. En ze heeft echt de stem, heb ze. Ja? Ja, ze heeft ook dat lekkere Amsterdamse, heb ze. Ze is gewoon goed, weet je. Ze is gewoon helemaal top. Gooi alles in de strijd en je gaat zingen voor ons. Kleine jongen. Ah. Heb je tegen mij? Ik denk, ik ga niet naar jou kijken, dan voel je straks aan. Nee, dat doe ik niet. We gaan genieten van je. Zet hem op. Zet hem op, Nens. Mooi, hoor. Ik hoop zo dat Roxanne en dingen gewoon vertrouwen in me hebben. Gerrit Joni. Ja. Geef me je hand, geef me je hand. Je bent op deze wereld, dus zal je moeten vechten, net als ik. Hey. Ik kan het weten, het leven is niet makkelijk, er is tegenspoed op ieder ogenblik. Klein jongen, er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook, helaas is waar. Je moet maar denken. Dit leven gaat voorbij. Er is zo weinig tijd. Ja, Rox heeft het, ik mis het. Ah nee, Roxanne. Roxanne die gelooft niet in mij, hoor. Maar doe het wel verstandig. Maak de mensen blij. Dan zul je echt gelukkig zijn. Want het leven is zo kort. Veel dingen worden anders als je ouder wordt. Dat snap ik. Kom op. Nee, ik snap het. Toch een heerlijk programma.
programma. Bloed, zweet en tranen. Kan toch niet, dit? Even serieus. Ja, maar waar zijn ze nou op zoek dan? Wacht even, ik wilde het ook horen. Je zat in een goede vibe, om het zo maar te zeggen. Je hebt een bonk fans meegenomen, ook hartstikke leuk. Tot spandoek aan toe. Ik vond het een lekker volks... Ja, goed optreden. Voor mij zit er echt heel veel in voor de nieuwe Nederlandstalige. Ik hou van je. Maar dat wist je al. Lekker, hè? Wij hebben allebei voor jou gedrukt. Dus moet Joey ons helaas verlaten. Omdat jij... Ja, sorry jongens, sorry. Papa, hoe kan dat nou? Even serieus. Smaak. Ja, smaak. Dit heeft niks met smaak. Ik kan niet anders zeggen, maar het is niet goed. Ja, waarom ik voor jou... puur heb gedrukt is omdat ik jou toch iets meer levenservaring vind hebben dan Joey. Jongen, ik had er door iedereen afgezongen willen worden, kerel. Ja, dat... Maar gewoon niet door haar, man. Maar dat snap ik. Snap ik ook. Ik ga nu echt niet sportief zijn, want ze kan gewoon niet zingen. Luister, schat. Ik heb niet gedrukt, want het wordt nu inderdaad een competitie tussen jou en Daantje. Je zit in een geweldig team bij Rox en bij Geer. En ja, schat, dat is je gegund. En ik ga zeker een keer met je mee op die partyboot. Super! Het is heel simpel. Blijven zitten. Waar je zit. Op de hotseat. Gassenelen. Jongens, ga lekker aan de hotseat. Geniet ervan en blijf zo lang mogelijk zitten. Dag. S'nachts na tweeën. Dan gaan we met z'n allen naar beneden. Het voelt wel heel hot. Ik hou hem vast en ik laat hem niet meer op.